Vlaanderen telt een getalenteerde generatie jonge keukenchefs. Daarom stuurde Jong Keukengeweld voor de vijfde keer een vakjury het veld in. En die kwam terug met een indrukwekkend lijstje van 45 namen. Stuk voor stuk koks die zorgen voor een vernieuwende culinaire dynamiek in onze gastronomie. De bedoeling van heel het verhaal is dat wij inderdaad met een van de dingen die we het beste kunnen, dat is koken en heel het eetgebeuren daar rond, dat we daarmee uitpakken in heel de wereld. De zorgvuldig geselecteerde koks zullen onze Vlaamse topgastronomie extra in de kijker zetten. Daarom zorgt de organisatie achter de actie ook voor de nodige promotie in binnen- en buitenland. We hebben heel veel toeristen die daar achter de hoek naar het Rubus Museum komen. Des te leuker dat die dan magazines vinden waar ons restaurant in terug staat. Super belangrijk om te laten zien aan die mensen die op onze grote schilders der aarde afkomen, dat die ook onze jonge restaurants of onze jonge dynamische chefs leren kennen. Het is een enorm mooie reclame, het is mooi meegenomen. En ik vind het super belangrijk, maak me trots. Ik denk dat die mensen anders nooit tot bij ons zouden komen, dat die echt specifiek in het toeristische centrum zouden blijven. Terwijl als die mensen via magazines of bepaalde zaken toch weten van kijk, het is toch de moeite om een keer even buiten het toeristische gedeelte te gaan. Ik vind het wel heel leuk om de Belgische gastronomie toch een beetje in de kijker te zetten. Want ik heb zelf 6 jaar in Frankrijk gewerkt en ik heb echt wel ervaren dat we daar nog als Le Petit Belge aan zien worden die niet aan de Franse chefs typen. En ik denk dat dat helemaal niet meer correct is. We zijn meestal een beetje minzaam. We zijn van, goh, het is maar knolselder of het is maar wortelen of ajuin of aardappel. Maar we hebben een super grond waar dat op gekweekt wordt, vol van smaak. Maar dat is in andere landen enorm jaloers op zijn. Hè. Jong Keukengeweld is toch stilletjes aan een statement aan het worden voor jonge koks. Heel kort genomen is het een initiatief van Vlaanderen Lekkerland, Dienst voor Toerisme, Horeca Vlaanderen, waar dat feitelijk een selectie gemaakt wordt van jonge koks, maximum 35 jaar oud, die een zeer inventieve, creatieve, vakkundige keuken geven. Dit jaar bijvoorbeeld, de 5e editie, hebben wij 45 mensen geselecteerd. Dat vinden we fantastisch. Dat wil dus zeggen dat er hier in Vlaanderen 45 jonge talenten rondlopen. De laatste jaren en vanaf vorig jaar is er ook een uitbreiding. We trekken de lijn door naar het buitenland. Fantastische titel, Young Kitchen Rebels. Hè, dus de jonge Vlaamse keukenrebellen die nu in meertalige Franse en Engelstalige magazines van de Dienst voor Toerisme gepromoot worden in alle buitenlandbureaus van Toerisme Vlaanderen. Er worden journalisten naar hier gehaald, die worden in die plaatsen ontvangen. Als die chefs zelf culinaire activiteiten in het buitenland doen, dan is er actieve ondersteuning, logistiek, van die diensten buiten. Van de bureaus voor toerisme, van de ambassades. Er is een fantastische wisselwerking. We weten dat we goede chefs hebben in België, maar als we dat niet naar het buitenland gaan verkondigen, dan zijn we binnen een paar jaar nog de enige die dat weten. Dus nu dat die boodschap mooi naar buiten wordt gedragen, nu kunnen we inderdaad ook zeggen tegen de buitenwereld, kijk eens, we hebben belofte in België. We zitten met een topgastronomie. Al die chefs die geven een bepaalde periode, dat is gemakkelijk op hun site te vinden ook, ergens van in oktober tot in november, geven die een menu voor jonge mensen aan €45, een menu alles in. Dus een soort drempelverlagend initiatief. Dat heeft natuurlijk zeer veel succes. Vorig jaar hebben ze zo'n 7000 mensen laten aanschuiven aan tafel. Ik vind dat een prachtig initiatief. Ik heb er al echt al veel nieuwe klanten. Mensen die een beetje drempelvrees hadden om toch in het restaurant te komen. En dan een beetje een interessante prijs. Minstens 3 gangen. Wij maken daar 4 gangen of soms 5 gangen van aangepaste wijnen. En dan zie je toch dat die jongere mensen terugkomen met de ouders bij of een feestje. Dan toch wel echt nieuwe klanten. De eerste maal dat we dat meedoen, en dat is een leuke ervaring. Het is tof om te zien. Allemaal jonge mensen, gepassioneerd. Ik denk dat het eigenlijk allemaal heel eigenzinnige mensen zijn die een eigen ding doen. En die de toekomst eigenlijk van de gastronomie. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat we dat in doog houden ook. Als je jong publiek kunt warm maken voor gastronomie, is dat altijd mooi meegenomen. Ik hoop dat wij de jeugd voltallig mogen ontvangen in onze zaak. Dat ze daar ook eens de stap zetten van kijk, we gaan niet naar de McDonald's, maar we gaan eens een keer met 2 is gezellig iets eten of met vrienden. Dat loopt in de maand oktober, dus dat zal waarschijnlijk Sint-Jacobsschulpjes zijn. Een beetje wild nadien of zo. We zullen wel iets lekker klaarmaken. 1 ding wel om te houden, die reservaties, dat loopt gelijk een trein. Ze mogen maar vanaf, ze beginnen feitelijk nu reservaties aan te nemen, heel kort op voorhand, omdat ze anders 6 maanden op voorhand volgeboekt zitten. Dus dat is een kwestie van er echt op tijd bij te zijn. Maar het is de moeite waard.